Hey, kijkers van Ik Ben Je Game. Welkom bij een nieuwe video. En vandaag spelen we de nieuwste minigame van Zbling. Dit is Pizza Spleef. En het is Spleef in Vanilla Minecraft op een pizza. En alle toppings, zoals olijven, pepperoni, worstjes, al dat soort dingen. Die, als je die mined met je pickaxe, dan krijg je een bepaalde power-up. Zoals harder sprinten, hoger springen. En alle andere spelers blind maken, dat soort dingen. En het lijkt erop dat Rafael heeft gewonnen, dit keer. Yeah. Maar, ja, we gaan nu met z'n drieën doen. Ik ben hier met Brian en Rafael. Hallo. Hallo. Zoals ik zei, is dit van Zbling. Linkje in de beschrijving om te downloaden. Dat is echt super cool. We hebben net een paar... We hebben net een paar keer gespeeld en het is super leuk. Het is, ja, het is Spleef, maar dan met Nable Power-ups. Dus ik denk dat we nu kunnen beginnen als Rafael even zou komen. Rafael? Wacht, wij gaan wel even met z'n tweeën anders. Ja, is goed. Neem nu toch op. Hij is wel online op Skype, dus misschien is ook zijn PC uitgevallen of zo. Ja, dat gebeurde net ook met Brian. Oké, jullie zien nu super veel lag. Dat komt omdat de pizza aan het resetten is. Hij is al die blokjes weer aan het vervangen. Alle blokjes die gespliefd zijn. Dus daar gaan we in 1 seconde. En... Oh, shit, zo snel. Wat? Ik lagde nog, maar nu niet meer. Ja. Oké. Dus ik heb nu een pepper. En nu spring ik hoger, dat is wel handig. Want ik kan gewoon over mensen heen springen en ik zie niks meer. Oh, jij hebt mij gespliefd! Heb ik je gespliefd? Je hebt mij gespliefd! Oh ja, ik zat maar een beetje letterlijk in het blind te slaan met mijn pickaxe. Letterlijk. Oké, maar dat was super snel. Kijk, dit moet je eigenlijk met meer mensen dan 2 doen. 3 is al iets beter, maar... En wacht. Moet ik niet geteleport worden, zeg maar, omdat ik de winnaar ben? Rafa is nog in het spel misschien. Oh ja, klopt. Ja, dan ga ik ook wel even dood. Dan staat er straks dat Rafa heeft gewonnen. Dus ja, eigenlijk is het denk ik leuk om met meer mensen te doen. Maar met 3 mensen is het ook wel leuk. Ja, nu staat er dat Rafa heeft gewonnen. Maar we gaan nu gewoon nog een keer, denk ik, als Rafa ook komt. Oké, we hebben nu Steven erbij gebeld. Ja. En, oh, tuurlijk, ik ben een creative nog. Oké. Okay. En Steven gaat nu meedoen. Hij doet dit. We hebben net 2 oefenrondjes gedaan met Steven, dus... Hij heeft 1 keer gewonnen. Ja. Dus ja, we zullen zien hoe het zal gaan. Oké, daar gaan we. Oké. En pizza. Oh, iemand ziet Brian. Mij. Iemand stop met Spleef mij. Wat is die iedereen blindness geeft? Is dat Obsidian? Yep. Ja. Steve heeft mij net blindness gegeven namelijk. Ja, iemand daar is onzichtbaar. Oh, nee. Yes, ik heb je gespleefd. Oh, het ging eigenlijk een beetje met z'n 2-1. YOLO. Ja. Oh nee! Ja, die kost veel tijd om te minen, hè? Oké, dus zijn we weer. Oh shit, heb ik nou de spawn opgeblazen? Of... Nee, ja, maar dat is 1 blokje, dat maakt echt niet uit. Gelukkig. Maar als je echt ui eet, word je dan ook... Ja, tuurlijk. Heb je dat nog nooit gehad dan? Ik hou niet van ui. Oh ja. Oh, ik heb het altijd. Ja, kijk, als je die jump boost hebt en je hebt blindness, dan... Oh. Dan zie je, als je hoog springt, zie je alleen maar zwart onder je... Alsof je in de void valt of zo. Dat is een koppel. Noob. Ja. Dat is een ei en dan geef je een bepaald effect of zo. Dan ben je een soort van de beste. Het gouden dan. De kopweb geeft niks. Oh, je hebt hem gegeven. Nee! Ik dacht, ik maak je even snel blind. Martijn, ben je al dood? Oh, ja, ik was als eerste dood. Martijn, epische muziekeffecten. Ja. Dubstep, actie. Ja. We zijn allebei onzichtbaar. Dit is te slecht voor woorden. Oh ja, dat was zeker. Ja. Wat heb je gedaan? Mezelf spleef, echt op een heel stomme manier. Nope. Ja. Nee, volgens mij had ik jou gespleefd. Serieus? Ik had het ook zonder jou. Oh, maar... Ik was het. Oh. Waarom krijg ik het niet? Nee. Oh, ik had wel mezelf gewoon in de gat gemaakt. Oh, dat wordt nog spannend. Oh. Hè, Brian? Waar ben je? Oh, onzichtbaar. Ik dacht even dat hij dood was. Nee, natuurlijk niet, Maddert. Oh, nu is Steven ook zichtbaar.
Ja. Gekkie. Oh, wow. Oh. 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 Oh, okay. Ik ben de king of the world. Huh, yeah. Hoe ben je nu al dood? Ik viel in het gat. Ah. Oh, serieus, in het gat bij de spawn. Yep. Ja, nu kan je er niet meer in, denk ik. Je kan naar iemand teleporten, dat is wel goed. Als je op bent dan. Nee, ik kijk wel even naar jullie. Oké. Okay. Ja, jumpers is eigenlijk best vervelend. Als je het eigenlijk niet nodig hebt. Ja, echt hè? Maar dan denkt die andere persoon wel van, waar is die opeens, zeg maar. Ja, dat is, dat is misschien wel handig. Als je bijvoorbeeld voor hem zou, dan springen ze omhoog en geen dan step is achter. Oh nee. Ik moet ook een keer die obsidian minen, denk ik. Maar aan de andere kant is het eigenlijk een best wel simpel bedacht spel. Ja, ja, hij heeft het echt in één middagje gemaakt. Ja, gewoon dat, hè. Dat is wel echt heel leuk. Super leuk is het echt, ja. Oh nee, ik heb mezelf alsjeblieft. Ja, of ik deed het, ik weet niet. Nee, ja, je deed het waarschijnlijk zelf. Ja. Nieuwe regel, je mag jezelf niet spieven. Oh, dan kan ik niet meedoen, denk ik. Ja, houd ik me niet aan de regels. Bent bij de admin. Ja. Reason. Je houdt niet aan de regels. Ja. Oké, dit wordt nog spannend. Maar dit is... Oh. Hij heeft dus... zeker heel erg lang gewerkt aan de letters bij Pizza Spief bij Zetkin. Ja, dat vond hij misschien nog het moeilijkste. Die redstone is echt simpel voor hem. Ja. Oh, we zijn begonnen. Ja. Hallo? Hallo? Oké, Rob, was je weer. Kijken jullie nu ook live van Direction? Ja, nee. Heb ik net gekeken. Oh, dat nee. Nou, ik heb het echt... Ik wel. Toen waren ze in Duitsland en in Zweden. En toen ging ik Harry koken. Rafael, je microfoon zit echt weer in je mond of zo. Zo klinkt het. Ik kijk het niet. Oh, leuk. Jullie zijn in het kortje. Oké, Rafael, we zijn trouwens aan het opnemen, pizza's, lief. Oh. Oh, wat? Oh, oh wacht, Brian, win jij nu? Wat? Kijk, kwam dat van Direction er ook in? Ja, vast. dat zal ik erin laten, speciaal. Oh, had ik gewonnen! Ja, jij hebt gewonnen. Steven, ik ga wel. Ik zin dingen. Oké, join even de server, dan kan je meedoen. Oké, Rafael is er nu ook bij. Dus die gaan met z'n vrienden. Dan duurt het potje hopelijk iets langer. Met Rafael, ben jij het spel? Ja, ik weet het, want ik heb net een paar keer gespeeld. Okay. Dus ik heb iedereen blind gemaakt. Ik ben blind. Ja, Brian, blind. Dat doe je echt altijd. Oké, nu ga ik voor Rafael. Gewoon puur voor Rafael, want hij is irritant. Ik weet het wat het dan ook is. Ik zie niks. Iets wat ik in die stream heel vaak zag in de chat was van maak als je een power up mind zo'n eetgeluid van Minecraft, want het zijn natuurlijk pizza toppings die je eet. Oh ja. Maar dus... kan je als per stukje wat je kapot maakt. Nee, alleen bij de toppings. Oh. En heb je dat gedaan of niet? Nee, jammer genoeg niet. Dat zou heel cool zijn. Ja, eigenlijk ook niet zo wel. Super veel werk. Gewoon als je dat poison effect doet, ook play sound ding. Ja. Maar het is wel een goed burp. Idee, eigenlijk. Ja. Laat het remaken. Ja. Hey, oh. Nobody can tegen op de... Wie is er nog in het spel? Ik en Rafael. Ja. Oh, oké. Okay. Ja, jullie zijn altijd invisible. Nee, ik niet. Nou, ik zie jullie gewoon niet. Ho! Ik had ook nog Simonus, of zo. Oh, ik heb het gevoel, dat je sprint soms niet werkt. Ja. Oh, nee. Ja, nee! Brian, wat doe jij dan? Je gaat stilstaan als er iemand achter je staat, dat is ook niet zo slim. Ja, nee, ik wist niet dat iemand achter me staat, want dan was het donker. Oh, ja. Wow, Rafael, jij komt opeens uit het niets. Nee. Met die creepers. Oh. Hoeveel creepers heb jij wel niet? Pickaxe. Hoe kom je aan creepers? Als je hout kapot maakt. Oké. Okay. Oh, ja. Maar eigenlijk moet je ook een resource pack van maken. Ja, dat kon je beter met het eetgeluid. Een resource pack erbij maken. Ja, maar dan is het niet meer helemaal vanille. Dan moet je iets downloaden om het goed te spelen. Ja, dat wil misschien is dat er wel een extra. Oeh, gedist. Ja. Maar, weet ik meer, Jeb had toch ook eens een keer met een livestream, want hij toch ook eens een keer een spel gemaakt, iets over pizza's. Of lag het aan mij? Nee, niet. Oh, nee. Yes. Yes. Ah. Yes. Rafael. Ah, jammer.
Dus wordt het eerst dood? Ik heb zeg maar een soort van geen pickaxe, dus ik ga gewoon een beetje rondrennen. Oh, dan moet je dat even bij de span pakken. Ja, ik ben even aan het praten, oké? Verdomme. Nee, maar ik ga gewoon zonder. YOLO. Maar ik ben verdomme aan het praten. Ik ga van topping naar topping. Jongens. Oh, dat is een goed idee. Zonder de pizza te open. Oké. Dus hij maakt zo'n woordgrap met T. Dus weet je wel, de letter T, hij zei T, want hij zegt ook zelf T. Helaas, waar zit hij, joh? Ja. Oh, ik heb een creeper gespliefd. Ja, iemand had ook mijn creepers gespliefd. Nee. Hey, kom op nou. Maar als je dat blindes hebt, ga je dan ook automatisch langzamer of niet? Nee. Als het goed is niet. Oh, ik kan wel toppings pakken. Ik kan bijvoorbeeld hout kan ik wel pakken. Ja, ja. En wol. Of wol. En Rafa, jouw pickaxe ligt hier bij de span op de grond, geloof ik. Oh, oké. Oh, ben je dood? Ik? Ja. Steven, kom terug. Oh, en ik kan het glas ook heel makkelijk pakken. Ja. Soul sand. En dat hout. Nou, niet zo heel makkelijk. Slowbomb. Oh, kut, verdorie. Nou, heb je niet zo heel veel aan. Vaak raak je jezelf. Ja, klopt. Ja, het klopt. Als je blinders hebt, dan ga je langzamer. Oh. Ja, bijna. Oh, nee. ik wist niet waar je... Nee. Yes. Dat niet. Oh, nee. Ik ben bijna weggeblazen in die creeper. Maar wat moet het glas eigenlijk voorstellen dan? Uien. Oh ja, klopt. Nee, niet echt heel erg op uien. Dat kan niet uit. Nou, uien zijn er ook in het echt vierkant. Ja, nee. Als gesneden zijn kan het toch. Martijn, verpest ik net je? Ja, heel even. Oh nee! Yes, gewoon zonder pickaxe. Oh, wow, zonder pickaxe, wow. Oké. Okay. Iedereen zonder pickaxe, ja? Nee, maar... Ja, oké, maar er zijn geen gaten in de pizza, hè? Gewoon nergens. Ja, yo, no. Nee, dat klopt. Nee, dan kunnen we dan iets, eigenlijk. Met ja, alleen van de kant af. Zeg maar helemaal van de kant af. Ja. Maar je hebt toch ook PCP, ja? Nee. Jawel, nee. Ja. Nou, ik ben... Oh, ik ben in een cobweb gespannen. Dat is echt... dat hoort gewoon niet te kunnen. Dat is echt... Het lukt, Martijn. Hé, jij hebt wel een pickaxe. Ja, ik kreeg er gewoon valsspeler. Ik zal hem niet gebruiken. Maar dit wordt misschien best wel saai, of niet? Nou ja, als je PvP aan had, was het ook wel grappig geweest, denk ik. Is PvP niet aan? Ja, maar ik geloof dat we allemaal in hetzelfde team zitten. Ja, PvP is aan. Serieus? Even kijken. Dan moet je elkaar van af. Oh nee, daar. Nee, maar we zitten allemaal in hetzelfde team en heeft zo'n protection ding. Oké, er komen nu wel wat gaten, maar dit gaat wel lang duren. Oh fuck! Oh, dat is wel leuk. Met al die creepers. Zoveel creepers. Steven. Ja. Oh, Joost is er ook opeens. Oh. Ja, Joost. Moe, Joost. Moe. Wat? Resetting pizza? Oh, Joost. Hey. Joost. Oké, we zijn nu met 5 mensen. Ja, dat is mijn pickaxe is weg. Maar Joost, weet je hoe het werkt? Volgens mij is het gewoon een spleef. Ja, met power-ups. Ja. Oké. Mijn pickaxe is opeens weg, dus ik ga sowieso nog wel ook gewoon winnen. Ja, met die blindness kan je opeens niet sprinten. Ja, dat zeg ik toch? Ja. Nee! Oh, ik had bijna pijn. Ja. Ik heb geen pickaxe. Nee, nou, misschien stop. Ben je dan weer net eraf wel. Ja, maar ze zijn allemaal op mij al. Oh, nee. Yes. Ik ben dood. Yes. Ik ben niet als de eerste dood. Oh, creeper. Ik ben een pepperoni. Oké. Okay. Nee, die heb je gegeten. Oh, moet je die blokjes kapot hakken en dan ben je ze. Oh, ja. Ja. Ja, het... Komt er eentje achter? Is Rafael er nou nog of niet? Ik ben er nog, maar ik ben wel dood. Dan zeg je niks meer.
Nou, ik dacht ik ga jullie moment niet verstoren. zullen we over WandaVision praten? Nee. Oké, wat vinden jullie lekker? Poffertjes met boter of zonder boter? Met boter. Met. Zo. Ik schrok al. Wat is dat nou weer voor een vraag? Nou ja, kijk, sommige mensen houden niet van boter. Nou ben je raar. Zijn allergisch. Onder andere Niels. Oké. Ah, dat maar weg. Maar, dus ik vroeg me af of jullie ook een boter hadden. Met... Fijn, jongens. Oh, zijn wij nog als enige over dan? Ja. Ik geloof het wel. Oké, ja. Wat is er, Steven? Ja, volg mij eens. Ja, oké, ik volg je. Geweldig. But I have overleefd. Oh, kom op. Yes! Waarom hebben jullie dezelfde skin? Oké, dat is het begon met skin op een zonnige dag. Oh. Met, het was ongeveer 3 uur op een maandag. In de middag. En toen Martijn, ik stalk je. Toen zag ik opeens een skin op internet staan. Eerst wilde ik een varken skin, maar ja, dat was niet halal natuurlijk. Dus ik nam een kip. Dus, ja. Brian, sta stil. Oké, wat is er? Gewonnen! Ik heb mezelf gespierd. Gewonnen! Oh, met de lag kan ik je niet meer stalken. Ja, jammer hè. Ik wel. Oh, wacht. Laat maar. Doe dat maar niet op de map. Wij spannen ook echt vlak naast elkaar. Hé, hey, Rafael, stop. Ik ben nog niet op de pizza. Oh, wow, we zijn al begonnen. Ik ben niet op de pizza. Ja, ik heb nog steeds... Oh, wacht maar. Flawless. Martijn gaat weer een epische dubstep nummer in gooien. Nee. Pizza lied. Wat? Ik weet niet. Oh, een epische Cypher 18. Ja, Minecraft muziek, ja. Doep doep. Dat was het. Wauw. Hey, wacht, ik weet misschien iets leuks. Iedereen maakt iets met een mond, een soort van instrumentgeluid. Oké? Dus, ik ben een trompet. Dat was wel gewoon... Dan maken we een liedje ervan, oké? Okay? Ja. Okay, ja. Wie begint er? Nee, ik ben een gitaar. Ik doe een triangle gewoon. Ik ben een gitaar. Nee, ik ben dood. Oké, ik ben een... ik ben wel gewoon de triangle. Jij bent de viool. Oké. Wat zou ik zeggen? Tink. Oh, jee. Heeft Brian gewonnen? Tink. Stop. Pizza! Wauw, wat een oplichting. Hallo. Ik vond het heel mooi allemaal. Hé, hey, ik heb gewonnen! Oh, ja. Justin Bieber stijl. Nee, dat was... Dan moest het iets hoger. Maar het was wel lelijk. Ik ga door met One Direction kijken. Oké. En ga je nog wel spelen? Ja, leuk. Ja, ik doe het wel met tweede scherm. Ik doe het op mijn second scherm. Perfect. This is the best song ever. And we know every line. Waarom kan je al die liedjes? Gewoon, daarom. Er is een vrouw. Ik zal iets in een map en dan... Ja, nee. Kom terug, Joost. Ik geloof dat ik eerder in een map kom omdat ik de server host ofzo. Weet je wat eigenlijk... Oh nee, het lijkt nu gewoon. Nee, ik ben dood. Weet je wat eigenlijk Zespringer ook moet bijdoen? Een scoreboard met wie het meest heeft gewonnen ofzo. Ja. Als je dat kan doen. Vast wel. Zespringer kan alles. Hij heeft ook een snor. Echt? Nee, hij heeft wel gele tanden. Oh nee. And I can't remember. Waarom zit er geen tomaat op de pizza? Er zit wel tomaat. Dat is toch? Nee, dat is pepperoni. Ja, dat is tomaat, Joost. Nee, Joost, die pizza is ouwe. Wat is het dan, Joost? Het is worst. Nee, het is wel tomaat. Denk dat is salami. Ja.
Ja, wauw. Ik denk dat het zijn met zo'n laag. Oké, jongens, we gaan een leuk wedstrijdje doen. Wie vindt het? Welke pizza vinden jullie het lekkerst? Ik salami. Maar ik vind meerdere lekker. Nee, salami is vies. Oh ja, ik was dus bij jou toen vond je salami vies. Salami is ook vies. Ik heb één keer Jan Moes gezien in het echte leven. Jee. Ja. Serieus? Oh ja. Ja, 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 jij ook. Ja. Ik heb wat Patty Bart gezien. Oh. Wow, wie zingt daar? Of is het hoi 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 hoi? Nee, dat is het tweede scherm van Rafael. Oh. Ik? Nee, er wordt niet gezongen op dit moment. Oh, ja, man is. Een of andere man is een strip op elkaar aan het maken over wanneer ik je in België. Ik word bang. Ik ben op de pizza. Ja, oké, ik was dus al 20 seconden op de pizza. Oké, jongens, wacht mij nog niet dood. Ik ga heel even naar de One Direction ding toe. Ja. Op mijn mobiel. Die wordt maar ik heel aanlokkelijk. Ja. Weet je hoe leuk het is? Ze hebben allemaal leuke wedstrijden. Oh, wel een leuke wedstrijdje over One Direction en... Ze hebben zo... Maar hoe kom je aan die creeper dingen? Spruce tanks. Oh. Maar die duren super lang om te minen. Kom op, snel. Dus daar moet je wel tijd voor hebben. Snel. Anders komt iemand in die spliefje. Mijn naam is Pieter Jan. Pieter Pater. Ik ben 14 jaar. Ah. Oh, laten we gaan rippen. Oh ja, ik maak mezelf... Oh, wat is dit? Waarom nausea? Hoe krijg je nausea? Als je het goud hebt gemined. Ja, het goud in het midden. Oh, dat is echt, dat is echt super vervelend. Oh, ik kan helemaal niet meer zien waar ik richt. Ik in het nether portal of zo. Wow. Oh ja, tuurlijk, ze kunnen hier ook. Ja. Oh, het is gewoon echt oneindig. Oh, joh. Oh, shit. Nee. Oh, wow. Wow, het ziet er best wel cool uit. Wie stelt, ook... je hebt dit met auto rijden, dat lijkt me best wel hard. Dat nausea. Ja. Ja, dan ben je gewoon dronken. Stone. Wow, nee, de spawn gaat kapot. Yes. Oh, ik kon niet meer redden. Ja, ik wel, because I have swag. Waarom eigenlijk dit spawn? Dit echt... Nou, mooi, dat is toch leuk. Kijk, iedereen vindt het leuk. Ja. Kijk, als je echt een Nederlander bent en goed bent ingeburgd, hou je van kaas. En spons dijk op kaas. Oké, dat was alles voor deze video. Oh, ik span zeg maar in de spons. Oké. Oké, dat was alles voor deze video. Misschien gaan we het nog wel een keer doen, ik weet niet zeker. Maar ja, dat was alles voor nu. Jongens, probeer het dus niet daarom kapot te maken. Tot de volgende video.